Zo is gisteren de driedaagse mannenconferentie georganiseerd door het Surinaams Bijbelgenootschap SBG begonnen. Ze doet dit in samenwerking met de stichting Mamitmang. Het thema van deze conferentie is Stikleri Fujiwambung Eksimpre, Leading by Example. Het doel is vanuit Gods woord mannen te motiveren hun plaats in te nemen als rolmodel voor de komende generatie. De aanwezige mannen zijn bezig gehouden met motivatiesessies, discussies en optredens. Het SBG heeft deze conferentie georganiseerd omdat ze vindt dat in Suriname geen of weinig aandacht wordt geschonken aan de Internationale Dag van de Man. Deze dag is op 19 november herdacht. Reginald Cairo, directeur van de stichting Mamitmang, geeft aan dat het functioneren van een man begint bij de bouwsteen van de samenleving. En dat is het gezin. Man, vrouw en de God of blessing, daar komen er kinderen bij. Wat ik met u ga doen in deze sessie, ik wil uw beeldmateriaal zien waar u en ik als man staan. Een minnaarlijk man, knapu, die 22 november 2018. Nou, ik heb u hier laten zien een overzicht van de gezinnen. Maar ik laat u nu zien een overzicht van de huwelijken en echtscheidingen vanaf 1992 tot en met 2015. Nou, u ziet in 1993, dat was het echtscheidingspercentage 53%. Jaarlijks worden er ongeveer gemiddeld 2000 huwelijken gesloten. En betekent dat we in 1993, u ziet dat, ongeveer de helft van die huwelijken zijn gestraft. Afvoer. Nou, en zo gaan we nog verder. We zitten in 2002, daar zaten we op een totaal van 45%. Dus gemiddeld, wanneer we nemen 2000 huwelijken jaarlijks, dan zitten we ergens tussen de 30 en 40% qua echtscheiding. En dat is behoorlijk veel. En dan worden we samen de gevolgen die mina aan doen. Cairo zegt dat de huwelijken waarschijnlijk stranden omdat het fundament niet goed is. Volgens hem moet deze driedaagse conferentie er dan ook toe leiden dat de mannen met hun neus op bepaalde feiten worden gedrukt, zonder daarbij een vinger te wijzen. De conferentie wordt gehouden in het gebouw van het Surinaams Bijbelgenootschap aan de Henk Aronstraat. Het wordt morgen afgesloten met een sportdag.